De boten en bussen die hun diensten verlenen aan het Nationaal Vervoersbedrijf, NVB, varen en rijden vanaf vandaag niet. Iwan Woon, ondervoorzitter van Bus- en Boothouders in Suriname, zegt dat de organisatie in actie is omdat de dagopbrengsten niet meer genoeg zijn om de verhoogde brandstofprijzen te kunnen betalen. Afspraken daarover met de leiding van de NVB en het ministerie van TCT lopen op niets uit. Zodra er geen vredige oplossing is in deze, gaan de acties gewoon door. Want het is nog steeds zo dus dat wij niet uitkomen met de opbrengsten, de dagelijkse opbrengsten die het NVB ons betaalt. Alleen vanwege het feit dus dat de brandstofprijs, gelijkbarend is toegenomen. De brandstofprijs op dagbasis is meer, is hoger dan de subsidie die wij op dagbasis ontvangen. Iwan Woon, ondervoorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname. De bond wil 70% van hun subsidie om de brandstof te kunnen betalen. Woon had tot 2 uur vandaag de tijd, geen enkele reactie gehad van de leiding van NVB, nog het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.